Met gezellige muziek en lekker eten hebben leerlingen en leerkrachten van de Hendrikschool vandaag het 130-jarig bestaan van de school gevierd. Veel oud-leerlingen en oud-leerkrachten waren ook aanwezig op het feest. Voor schoolleider Gusta Kesumuarso is het een bijzondere dag. Zij vindt dat er niet alleen gefeest moet worden, maar dat ook aan de toekomst moet worden gedacht. Daarom is een kleurkaartenactie gestart om het schoolgebouw te renoveren. De renovatie van het gebouw dat op de werelderfgoedlijst staat, is nu prioriteit. Het hele schoolgebouw, sowieso het hoofdgebouw, ten meer wij ook een monumentale pand zijn. En we zijn opgenomen in, wat is dat denk ik alweer, monumentenzorg? No? Nee. Werelderfgoed, ja. We zijn een A-monument en we moeten het onderhouden. Maar kan de school dat uit zichzelf permitteren? Is dat niet het werk van de overheid? De school heeft de middelen absoluut niet. We zijn wel begonnen samen met de Stichting Stimuleringsfonds Hendrikschool. Er is ook een stichting Behoud Hendrikschool. Maar de donoren die, zijn nu schaars. Die kan je niet eens met een tegenlichtje vinden. En we moeten dan op andere manieren naar fondsen uitkijken. Wat doet het ministerie van Onderwijs zelf? Tja, ze zijn wel een paar keer langsgekomen om ons te helpen om een begroting te maken. Ze willen wel veel doen, maar de financiën ontbreken. Jetty Schoon is niet alleen oud-leerling, maar ook oud-leerkracht van de Hendrikschool. Ook vindt zij dat de renovatie van het gebouw prioriteit is. Nou, ik heb een hele goede ervaring, want anders zou ik er geen 37 jaar zijn gebleven. Ik heb heel prettige jaren hier meegemaakt. Onder verschillende directeuren. Het begon met meneer Seilbeen, die was toen directeur toen ik kwam. Daarna had je meneer Tenjet Fooy, mevrouw Johnson, meneer Asin en meneer Lichon. En de laatste waar ik heb gewerkt, onder wie ik heb gewerkt, was mevrouw Matouli. De school heeft 130 jaar bereikt. Is dat een mijlpaal volgens u? Zeker weten, ja. En deze school is geen gewone school. Het valt onder monumentenzorg. Het is een A-monument, dat is een van de hoogste orders die je kan hebben. En, en ze hebben dus hun sporen wel verdiend. Zoveel notabelen en heel wat mensen afgeleverd aan de maatschappij die iets hebben bereikt in hun leven. Dus we zijn erg trots ook op hun. Oud-leerling en leerkracht van de Hendrikschool, Jetty Schoon. De school bestaat vandaag 130 jaar. Enkele bekende Surinamers die op de Hendrikschool hebben gezeten zijn Johan Verrier, Jagannath Lachmon en André Loor.